hadden wij de... Hoe heet die? Gerard Joling, ja. Die weet waarom Linda Koeman hem zo bewondert. Nou, ze vindt me heel sympathiek. En ze vindt me een hele leuke stem hebben. En ze heeft me al 4 keer gezien bij een optreden. En ze vindt dat ik het heel leuk doe. En ze vindt me er nog leuk uitzien ook. Dus wil je nog meer, hè? Ja, wat willen wij nog meer? Vanavond spelen we het opnieuw. Goedenavond, met wie spreek ik? Good evening, you're speaking with Mark Haley. Wie zei u? Mark Haley. Mark Haley. Yes, the one and only. Weten jullie wie dat is? We hebben hier enige gasten, meneer Haley. Hebben nog nooit van u gehoord, hè? Jullie ooit van Mark Haley? Nou, ik toevallig wel. U bent die fenomenale spits van AC Milan. Ja, dat klopt, hè? Goedenavond. Dat ze dat hier niet weten. De studio zit vol niemand die ooit van u gehoord heeft. Wacht maar tot u dit tegen een Nederlandse club speelt, meneer Haley. Mark W. Haley, nu spelend bij AC Milan. Geboren op 7 november 1961. Je bent dus nu 23 jaar. Je hebt een beroemde vader. Ook een voetballer, maar... Die scoorde in zijn gloriedagen voornamelijk met het hoofd. Wat is de voornaam van je beroemde vader? Anthony Haley. Juist. Tony vooral, hè? Ja. Je vader bracht je toen je 16 jaar was onder bij een club waarvoor hij zelf de zogenaamde scouting deed. Hoe heette die club waarbij je als 16-jarige jongen aansloot? Coventry City heette die club. Juist. Voor Coventry heb je 93 maal in het eerste gespeeld. Hoeveel maal scoorde je met dat eerste elftal van Coventry City? Daarin scoorde ik 25 maal. Juist. Vrienden van de avondspits, Mark Haley, ook een spits. Maar nee, een hele bijzondere. Vraag 4. Na Coventry werd het Portsmouth en nu is het AC Milan. Je kijkt terug op een bedorven seizoen bij AC Milan. Je raakte geblesseerd. Waaraan raakte je geblesseerd? Ik raakte op 11 november geblesseerd aan de knie. Juist. Allerlaatste vraag. Ik twijfel niet meer. Dit moet hem zijn. Mark Haley. Fenomenale voetballer. Het verhaal gaat, Mark, dat AC Milan je heeft gekocht op een doelpunt dat je scoorde voor het Engelse nationale elftal. Het was in je eerste volledige interland in 1984 op 10 mei. Het werd 0-2. Tegen welk land kwam Engeland, jouw land, toen uit? Dat was in de 65e minuut, scoorde ik tegen Brazilië. Ongelooflijk. Meneer Haley of Mark Haley, er is vast wel iemand in Nederland die we kunnen verwennen met een platenbon. Wie is dat? Ja, dat weet ik wel. Dat is Johan de Bruin uit Halsteren. Ja. Hoe oud is die? Die is 16 jaar. Oh, die zit in 4HAVO. Is dat die Johan de Bruin? Ja, dat is dezelfde. Heeft hij jou wel eens verteld waarom hij je zo goed vindt? Nou, ik denk gewoon dat hij het klasse vindt. Dat ik vanuit het niets, vanuit de Engelse tweede divisie, zilver doorstoot naar de wereldtop. En dat blijkt ik nog steeds thuis te horen. Ja, ik begrijp het. Mag ik je hartelijk danken voor het aanwezig zijn en veel succes in het nieuwe seizoen. Dank u wel. Mark Haley. Mark Haley. Je vader heette Tony Haley. Tony Haley. Ken je die? Ja, mijn vader bedoelt u. Nee, maar Tony Haley. Tony Haley, nee, ik heb nooit gehoord. Zit je mee te bemoeien, Adam Curry? Kom er eens even bij. Hoorde je mij dan? Wie is dan... Adam Curry ken je wel, hè? Adam Curry. Ja, dat is die van Veronica. Ja, van Veronica. Wat Adam? Tony Haley. Wie is dat dan? Dat is van BZN. BZN! Nee, die is van Spandau Ballet, Mark Haley. Vandaar dat we die muziek maar even laten horen. Hartelijk dank. En een prettige avond nog. BZN. Now you're leaving in this world, all that I do.
now you're leaving. How many times must I learn? It's only when you're gone that I burn. Now you're leaving. In the end, all that is left has come unbearable. It's hard to change your mind, so leave it all. En daar weer de zoon van Mark heet. Het is ver gezocht, ik geef het toe. Maar ik vind Spandau Ballet zo goed. En ieder excuus dat ik aan kan grijpen om ze te draaien, dat pakken. Oh, mevrouw, mevrouw, waar gaat u naartoe? Waar gaat u? Zie je die mensen?